Woensdag 12 september. Verkiezingen voor de Tweede Kamer. We willen weten wat de fractievoorzitters in Utrecht vinden van de verkiezingen en welke thema's ze belangrijk vinden. Naast ons staat de fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid, Ruben Post. En we gaan Ruben vragen, wat vind jij het belangrijkste voor de verkiezingen? Het belangrijkste vind ik de zorg. Dat die bereikbaar is voor iedereen. Of je nou jong of oud bent, of arm of rijk. Heb je zelf ervaringen met de zorg in Utrecht de afgelopen jaren? Niet persoonlijk gelukkig. Althans, ik ben gelukkig gezond. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die er wel mee te maken hebben. En over het algemeen is het niveau in Utrecht behoorlijk goed. Maar dat moeten we wel zo houden. En als er steeds wordt bezuinigd, dan gaat dat ten koste juist van de mensen die met weinig geld. En het zou toch wel heel vreselijk zijn als die geen recht meer op zorg straks hebben. Wat gaat het CDA de komende 4 jaar voor zorg beter doen dan andere partijen? Belangrijk is een goede indicatie van ouderen. Dat ze op een juiste moment weten wanneer ze naar een verzorgingshuis kunnen als ze daar aan toe zijn. En als CDA hebben wij een motie ingediend over ouderen en armoedebeleid. Ouderen die in armoede leven moeten ook in aanmerking kunnen komen voor sport en cultuur in Utrecht. Stel de SP gaat in de regering zitten. Wat gaat uw partij dan binnen 4 jaar echt veranderen op het gebied van de zorg? Nou, ik denk dat wij ervoor gaan zorgen dat de tarieven die mensen moeten betalen, de zorgpremies, dat die inkomensafhankelijk worden. Op dit moment zie je dat steeds meer mensen hun zorgverzekering niet meer kunnen betalen, dus onverzekerd rondlopen. Heel erg gevaarlijk heeft ook grote maatschappelijke nadelen. Wij willen dus dat de zorgpremies dat die inkomensafhankelijk worden. Wat gaan jullie doen op het gebied van zorg? Nou, wij vinden het heel erg belangrijk dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, bijvoorbeeld ouderen. En daarom willen wij dat er meer zorg in de wijk komt. Wij vinden het belangrijk dat er meer handen aan het bed komen. Maar we vinden het ook belangrijk dat mensen zelf kunnen bepalen hoe de zorg eruit komt te zien. Daarom hebben wij bijvoorbeeld de bezuiniging op het persoonsgebonden budget teruggedraaid. En wij willen dat de zorg voor iedereen betaalbaar is. Dus wij kiezen voor geen eigen bijdrage voor de huisarts, een inkomensafhankelijke bijdrage voor het eigen risico en een lage premie. Zodat ook ouderen met een kleine portemonnee bij GroenLinks nog wat overhouden voor andere zaken. Meneer Van der Besselaar, wat gaat uw PVV doen voor de zorg? Ja, wat wij voor de zorg gaan doen is wat we al meermalen hebben gepropageerd. Ervoor zorgen dat er heel veel handen aan het bed komen. We hebben in het vorige kabinet, in de vorige coalitie die we gedoogd hebben, een afspraak gemaakt om 12.000 mensen extra in de zorg te krijgen. Dat is voor een deel teruggedraaid door de Koenders-coalitie. Wij willen dat die 12.000 mensen daadwerkelijk met hun handen aan het bed terugkomen. Dus dat willen we sowieso gaan realiseren. Dat is het eerste. Op tweede plaats vinden wij niet dat je het eigen risico van de zorgverzekering moet verhogen. Dus daar zijn we op tegen. En als derde vinden wij het te bizar van worden dat in dit land mensen in een gevangenis meer rechten hebben dan mensen in een verpleeg- of verzorgingstehuis. En dat moet omgedraaid worden. Een gewoon gezin geeft meer dan een kwart van zijn inkomen uit aan de zorg, de verschillende verzekeringen. En zouden we niks doen, dan wordt dat op een gegeven moment bijna de helft. Nou, dat betekent dat er een paar maatregelen wel noodzakelijk zijn. We moeten de zorg efficiënter maken. We moeten ook zorgen dat de zorg dichter bij de mensen komt, de wijkverpleegkundigen terug. En een belangrijk punt is ook dat we iets meer dan vragen van de mensen die echt zorg nodig hebben. We schaffen een aantal dingen af, zoals dat je voor lichtdagen moet betalen of een eigen bijdrage bij de psychiatrische zorg. Maar daar staat dan wel tegenover een eigen bijdrage tot maximaal €150 voor zorg als mensen zorg gebruiken. Naast het eigen risico. Wat gaat u aan zorg doen? Binnen nu en 30 jaar, als we niks doen, zullen 40% van de inkomens kwijt zijn aan zorg. Nou, om dat toch toegankelijk te houden voor iedereen, zullen we de premies moeten verhogen. Daar zijn we heel erg eerlijk in. Dat betekent wel dat we voor alles en iedereen, dus ook voor de mensen met een lager inkomen, willen zorgen dat die zorg toegankelijk blijft. Nou, daar zorgen we ook voor in ons verkiezingsprogramma. Een van de speerpunten voor mensen in Overvecht en volgens mij in heel Utrecht is veiligheid. Het gevoel van onveiligheid, criminaliteit. Dus we vragen Ruben, wat gaan jullie daaraan doen? Ja, het belangrijkste lijkt mij zoveel mogelijk agenten op straat en niet achter een bureau. En daar gaat de Partij van de Arbeid zich hard voor maken de komende jaren. Mensen die bij de politie werken zeggen dat de werkdruk ontzettend hoog is en het salaris niet zo geweldig. Hoe kijken jullie er tegenaan? Ja. Wij vinden, en dan gaat het vooral om de mensen die op straat werken. Daar gebeurt natuurlijk toch echt het belangrijkste werk. Ja, die verdienen relatief weinig ten opzichte van de mensen die op de bureaus werken. En wij vinden dus dat mensen op straat wat meer mogen verdienen en de managers op de bureaus wat minder.
Beste Kees, wat gaan jullie doen als VVD met veiligheid? Ja, nou, ik woon al 23 jaar in Overvecht. En ja, met vele overvechters weet ik dat veiligheid is een van de belangrijkste onderwerpen voor deze wijk. En ja, ik had vorige week een logé. Dat was een meisje die ging hier in Utrecht studeren. Ze kwam uit Nijmegen. En ja, die fietste hier dan s'avonds door de wijk. En dan fietsten er allemaal mensen achter eraan. En ze kreeg opmerkingen te horen. En ja, eigenlijk vind ik dat dat niet kan. En daarom vinden wij als VVD dat er veel meer politie moet komen, meer toezicht. En dat zit ook in ons programma. Dat we dus echt extra geld uittrekken, 250 miljoen per jaar, voor meer agenten. Daarin zijn jullie anders dan andere politieke partijen? Wij zijn een partij die daar echt meer geld voor uittrekt. En het is natuurlijk ook zo dat minister Opstelten ook al begonnen is in de periode nu met het herstructureren van de politie, de nationale politie. Want we hebben nu 25 verschillende korpsen die allemaal hun eigen computersystemen en ingewikkeld hebben. Nou, daar gaat heel veel geld in zitten en we moeten juist zorgen voor veel meer blauw op straat. Dus daar is Opstelten ook al mee begonnen en ons programma is daar een extra impuls voor. Dat is een van onze basispunten ook van ons programma. De veiligheid in Nederland terugbrengen. Niet alleen door meer blauw op straat, want dat moet zeker gebeuren. Maar daar zijn we niet de enige in. Er zijn meer partijen. Maar wat wij vinden is dat het watjesgedoe afgelopen moet zijn. We moeten af van de taakstraffen. Dat werkt niet. We moeten zorgen dat er minimumstraffen worden ingevoerd. Dat is datgene waar Nederland echt behoefte aan heeft. Waar mensen ook van kunnen zien, kijk, nou gebeurt er wat. En niet al die mensen die misdadig zijn, die crimineel, die zomaar op straat rondlopen. En waarvan deze minister niet eens weet waar ze zijn. 15.000 lopen er rond die eigenlijk opgesloten zouden moeten zitten. We verhuren cellen aan Belgen. En we zouden zelf onze mensen eerder op moeten bergen dan ze aan de Belgen moeten verhuren, die cellen. Moeten we nou harde straffen of veel sociale straffen? Hoe kijkt u daar tegenaan? Ja, ik vind dat geen tegenstelling. Je moet en hard straffen waar dat moet en nodig is. En daar meteen dicht bovenop zitten. En je moet bijvoorbeeld jongeren natuurlijk ook wel perspectief bieden. Zorgen dat ze wat te doen hebben. Dus hard en sociaal is altijd onze leus. En dat is bij veiligheid ook zeker van toepassing. Het belangrijkste thema van D66 is al jaren onderwijs. Wat gaat u doen aan onderwijs? Nou, onderwijs is natuurlijk voor D66 altijd het belangrijkste thema. We willen dat mensen een leven lang leren. En als je dan bijvoorbeeld in Utrecht kijkt, proberen we meer brede scholen te maken. Onlangs is er eentje in Overvecht geopend, waarin ouders invloed hebben op het onderwijssysteem, wanneer de school open is, et cetera. Betrekken bij het onderwijs, dicht bij de mensen in de straat. Nou, wat we in Overvecht hebben gedaan, willen we eigenlijk uitrollen in heel Utrecht. Nou ja, waaruit blijkt zeg maar ook dat onderwijs voor ons weer op nummer 1 staat. Waar kunnen we u en de Partij van de Arbeid over 4 jaar op afrekenen? Het hangt natuurlijk wel van de uitslag af, dus we moeten woensdag wel allemaal gaan stemmen, liefst op de Partij van de Arbeid. Maar als er een grote Partij van de Arbeid komt, dan kunt u ons afrekenen op dat die zorg goed blijft en voor iedereen bereikbaar, arm en rijk. Waar kunnen we uw partij over 4 jaar op afrekenen? Wij zijn hier in Utrecht al begonnen met investeren om het binnenklimaat van schoolgebouwen te verbeteren. Nou, daar kunt u ons binnenkort ook op afrekenen in 2014. Dat is verbeterd. Zij het dat ook door de economische crisis in Utrecht het geld minder is. Dus het gaat minder snel dan dat wij van tevoren hadden gewild. Waarom moeten mensen in Utrecht op het CDA gaan stemmen 12 september? CDA is een goede partij in het midden van Nederland die niet polariseert, die niet scheldt of elkaar voor leugenaren uitmaakt. Maar een partij die de beschaving en de moraal weer terug wil brengen in Nederland. En dat is belangrijk. De PVV wil de euro afschaffen. Ja, dat klopt. Wij willen eigenlijk de gulden terug hebben. En we hebben er alvast een voorproefje van gemaakt. En die wil ik u bij deze overhandigen. Dat is geen omkoping. Dat is gewoon dat ik u even wil laten zien hoe het zou kunnen straks. Maar het gaat 2,5 miljoen gulden kosten om de euro af te schaffen en de gulden weer in te voeren. 2,5 miljard heeft het CPB uitgerekend. 2,5 miljard. Ja, het CPB kan van alles uitrekenen. Het CPB heeft ook uitgerekend hoeveel banen er zouden ontstaan in 2070. Er was dus een econoom, professor Timbergen, die zei elke politicus die verder dan 3 jaar vooruit kijkt is een leugenaar. Een tweede belangrijk onderwerp voor de verkiezing is wel de kloof tussen burger en politiek. Hoe kijkt u tegen die kloof aan? En hoe komt het nou dat mensen zoveel vertrouwen hebben verloren in de politiek? Ik denk dat het voor veel mensen moeilijk te volgen is, zeg maar, hoe besluiten genomen worden. En dat het dus belangrijk is dat politici niet alleen op het stadhuis of in de Tweede Kamer zitten, maar ook erop uitgaan, onder de mensen komen. De kloof tussen burger en politiek, hoe kijkt u daar tegenaan? Ik kan me bij die gevoelens af en toe best wat voorstellen. En met name als natuurlijk partijen
het brengen alsof de overheid de oplossing is. De overheid creëert geen banen, dat doen juist bedrijven en ondernemers. Die kunnen zorgen dat er meer banen komen. En heb je juist een kleinere overheid nodig die daar de ruimte toe geeft. Ik vind het een uitdaging, ook voor mij als gemeentepoliticus, om die kloof te verkleinen. Dus als je dan bijvoorbeeld, gelukkig is er nu geen asbest in Overvecht aangetroffen, maar bijvoorbeeld in Kanaleneiland, mensen verliezen het vertrouwen in de gemeente of in hun verhuurder. En ik vind het heel belangrijk als gemeentepoliticus om te kijken van hoe kunnen we weer het vertrouwen terugkrijgen. Jullie grootste concurrenten op links zijn wel de SP en de Partij van Arbeid. Wat gaan jullie beter doen of wat hebben jullie beter gedaan? Wij hebben met het lenteakkoord een aantal hele scherpe asociale bezuinigingen weten recht te zetten, waar ik ontzettend trots op ben. Dan gaat het over het persoonsgebonden budget. Het gaat ook over de bezuiniging op de sociale werkplaatsen. Het gaat ook over het afschaffen van de huishoudtoets. En wat GroenLinks echt onderscheidt van SP en PvdA, is dat bij ons, ja, wij zijn een groene en linkse partij. Dus groen wordt altijd als een van de eerste dingen meegewogen in onze prioriteitenstelling. En dat geldt bij de PvdA en de SP niet. Mag ik u een persoonlijke vraag stellen? Jazeker. Uw grootste concurrent op links is toch wel de SP. Wat doet u beter dan de SP? Ja, ik heb het vooral graag over wat wij goed doen. En wij zijn voor een sterker en socialer Nederland. En daarin wijken wij op een aantal punten ook af van de SP. Denk bijvoorbeeld aan Europa. Wij denken dat je een sterk Europa nodig hebt. Ja, en daarom hoop ik dat iedereen woensdag op de Partij van Arbeid stemt. U heeft nogal wat concurrentie op links van de Partij van de Arbeid en ook wel van GroenLinks. Wat gaat u beter doen dan die partij? Nou, ik denk dat de mensen die twijfelen wat ze gaan stemmen, dat die moeten weten dat een stem op de SP, dan krijg je de Partij van de Arbeid bij cadeau. Maar een stem op de Partij van de Arbeid, dan krijg je de VVD erbij cadeau. Dus ik zou het wel weten.